De intrinsieke motivatie die is er bij fysiotherapeuten om met dat soort dingen aan de gang te gaan. Wat heel belangrijk is voor onze leden is eigenlijk dat wij de leden in ieder geval in eerste instantie al in contact brengen met welke dingen er al zijn. Mm-hmm. En wat je ziet eigenlijk is dat vooral jongere fysiotherapeuten, die zijn er al veel meer mee vertrouwd. En die zijn er ook mee opgegroeid met allerlei apps en dergelijke en allerlei toepassingen. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om die ontwikkelingen die er zijn, want dat gaat hartstikke snel, om dat bij te houden. En dat we dat vooral aan de leden laten zien door middel van de technologische wereld zoals we dat hier ook doen op de campus. Ja, je hebt natuurlijk in eerste instantie zijn we in de dagelijkse praktijk al zo druk bezig met allerlei dingen dat het eigenlijk niet handig is om dat zomaar over de leden uit te strooien. Je zit altijd een tijd waarin je bekend moet zijn met de dingen die er moeten komen. Tenminste die je wil gaan toepassen. En sommige technologische snufjes zijn best wel kostbaar. Ja, die zijn niet voor de vrijgevestigde sector, maar die zijn meer voor de instellingen. Ja. Die kunnen dan het voortouw nemen en dan langzaam... Ja, en je ziet al in een aantal instellingen dat die al hele mooie technologische snufjes hebben. Meestal is het ook zo, je moet gaan kijken van nou, hoe praktisch toepasbaar is het. Kost het veel tijd, kost het ook veel geld. Want ja, daar gaat het ook om. Het is niet altijd makkelijk voor een individuele fysiotherapeut om een duur apparaat op te hoesten. Dus dan ga je kijken van nou, hoe kan dat op een praktische manier. Ja, en dat zouden in de workshops uitgelegd kunnen worden en... Nou, in de workshops lijken we eerst om mee aan de slag te gaan, om gewoon al wat meer ervaring en routine te krijgen in het gebruik van apps of bepaalde apparaten. En aanvullend is dan nog om te kijken van nou, hoe kunnen we dat nou ook financieel haalbaar maken voor de mensen. Ja. Maar de intrinsieke motivatie die is er bij fysiotherapeuten om met dat soort dingen aan de gang te gaan. Alleen, ja, het is vaak zo van hoe werkt dat uit in de praktijk? Ja.